bezig. Boksen, wat fijn. Ik hoop dat het vandaag heel goed gaat met de bus en met alle pieten. En dat er de komende weken nog meer kindertjes bij u op bezoek mogen komen. En dat we vooral allemaal gezond blijven. Wij gaan er ons uiterste best voor doen, meneer de burgemeester. Wat ik nog heel graag aan u mee wil geven is dat mijn lieve paard, oh zo snel, die was jarig vrijdag. En die heeft een feestje gehad met allemaal vriendjes. En nou heeft de paardenpiet heeft alle paardjes 's morgens netjes buiten gelaten, maar niet gekeken. Dus oh zo snel is ook mee naar buiten gegaan. En er is een ander paard blijven staan. Dus als u nu naar huis toe gaat en u ziet ergens o zo snel staan, wilt u dan de hoofdpiet o zo snel bellen? Want ja, we moeten hem wel hebben op 5 december. Wat erg Sinterklaas natuurlijk, ja. Ga ik dat doen. Het is een lief paard, u hoeft er niet bang voor te zijn. Hij luistert ook naar o zo snel. Dus ja, als u... Ik ga kijken en misschien moeten we alle kindertjes ook oproepen als ze een wit paard zien wat lijkt op o zo snel. Dat ze toch even bellen naar de gemeente. Oh, fijn zeg. Oh, ja. dat is een fijn idee van die. Misschien helpt dat wel. Dus kindertjes, zien jullie een paard wat wit is? En als je hem roept, oh zo snel naar je toe komt, bel dan even de gemeente. Wist natuurlijk, vandaag is de dag dat Sint gewoon door de dorpen gaat rijden. Dus ja, dat is toch spannend. Ja, en het is toch ook spannend. Hoe gaat het lopen vandaag natuurlijk? Hè? Het is toch een heftige tijd. Ja, nou, iedereen heeft dat natuurlijk op het Sinterklaasjournaal kunnen zien. Dat er best heel veel dingen fout gaan. Ja. Dus ja, je weet maar nooit hoe het vandaag loopt. Ja. Hoe is dat voor u? Want u heeft toch een beetje, ja, ze zeggen de verantwoording. Vindt u het ook spannend hoe het allemaal zou gaan lopen vandaag? Nou, ik ben heel blij dat Sinterklaas al heel lang zijn eigen verantwoordelijkheid ook neemt. Dus heel goed nadenkt over hoe die dingen doet en dat dat vooral veilig is. Dus we doen dat een beetje samen. Alles goed? Jo hoor, hier de Sinter ervan. Hoe gaat het, Sinter? Loopt alles goed? Sinter is heel blij met heel veel kindjes in Lennesheuvel. Had hij niet verwacht. Dat was erg leuk. Ja, veel plezier, hè? Dankjewel, hè. Hebben jullie de schoen al gezet? Ja. Allebei? Ja. En wat zat er bij jou in? Voor mij. Dus een verrassing nog steeds. Ja. En bij jou? Ik heb gewoon al in jullie duur. Nee, ik heb het nog niet open gedaan. Oeh. Het was natuurlijk heel spannend in verband met corona. Ja. En we hebben in juni al nagedacht bij de voorbereidingen, dat coronageval, dat zal er nog wel zijn. Ja. En toen hadden we al bedacht, we moeten iets van een intocht hebben, maar we doen ook de toertocht. Dat was vorig jaar een geweldig succes. Ja. En we hadden meteen besloten, we doen niet de weekendbezoeken op stapelen. Dat is teleurstellend, omdat het altijd een geweldig succes is. Maar tegelijkertijd komen mensen veel te dicht bovenop elkaar staan, dat durven we niet te riskeren. Maar hadden we toen bedacht, we doen de intocht, hopelijk gaat die door. Als die niet doorgaat, hebben we de toertocht. De schoolbezoeken hebben we natuurlijk, hè. Oh, gaat wel door. Die gaat gelukkig door. En we houden volgende week zondag de open zondag. Op 15 plekken in Boksel hebben we Pieter neergezet. En de Sint zit natuurlijk in het gemeentehuis. Hè? En dan krijgen alle kinderen een platte grond. En dan ga je met als ouders en grootouders, ga je met je kind langs al die plekjes. Dus je kunt naar de bibliotheek, er is een poppenkastpiep en een voorleespiet en er is een bakkerspiet en een inpakpiet en een ballonnenpiet en natuurlijk de Sinterklaas in het gemeentehuis. Het is een hele route. En dan heb je een plattegrond. En bij elke keer als je iets bezocht hebt, krijg je een stempel. En als je de stempelkaart vol hebt, dan mag je naar het pakjeshuis in de Kruisstraat. En dan mogen alle kinderen een pakje. Pakjes. Uitzoeken. Zoveel zijn het er. Dus we hebben een geweldig programma. Ja, en hoe moeten mensen er eigenlijk aanmelden? Nee, of hoe mensen gaat moeten dat? Zondag tussen 11 en 4
kunnen ze gewoon naar het centrum komen. Het is vooraan, begint het bij Expert en het eindigt bij Pien Bos in de Bruggestraat. En in dat hele lange lint zitten op allerlei plekken zitten de pieten verstopt. En met die plattegrond kun je die mooi gaan zoeken. Wat een leuk idee. Hè? Ja, dankjewel. Dus we hebben eigenlijk dus een mooi programma voor in het centrum. Ja. In plaats van de ouders hier naar het kasteel kunnen komen. Hey! Hij komt eraan, hè? Oeh, hij komt eraan. Hij komt eraan. Ja. Hebben we nog een kindje wil een handje geven? Mag wel, hè? Ja, op die zijn klaar. Oh jee. We hebben wel een schoen zetten, of niet? Nou, is hier een ijs, hè? Ja. Goed is het? Ja, hartstikke geweldig. En loopt het weer goed? Het loopt allemaal weer perfect. En als je de kinderen ziet, ook hoe blij dat ze zijn, dan denk je, dat is toch geweldig zo. Want het is toch altijd weer even spannend of alles goed geregeld is, hè? Jawel, maar er wordt van tevoren wel goed op het gecontroleerd. Ja. Die gaan alle kanten op behalve de goede kant. Oh!
Maar vooral een meid. Heel veel poeten hebben we een meid. Geweldige poeten. Oh, kijk eens. Oh, en je Sint, mag ik ook even wat vragen? Eerst wil ik vragen, hoe is het met u? Ja, het gaat echt goed. Het is onvoorstelbaar goed. We hebben een behoorlijke reis gehad. En ja, kinderen waren een beetje ongerust dat Sinterklaas zeg maar, niet op de boot zat. Maar ik zat natuurlijk op een andere boot. En kinderen zijn een beetje ongerust nu nog omdat de pakjeskamer op slot is. Dus de sleutel ligt binnen en de pakjeskamer. Maar Sinterklaas is met zijn boot heeft hij heel veel pakjes meegebracht. En die liggen hier, maar dat mag je tegen niemand zeggen, in een geheime pakjeskamer. Dus kinderen hoeven niet bang te zijn, maar dat moet je maar niet tegen ze zeggen. Want ja, een klein beetje bang mag wel. Dus ze mogen vanavond wel allemaal al de schoen zetten? Ja, zeker. Dus kinderen mogen vanavond allemaal de schoen zetten. En Sinterklaas is ook een beetje een voorstander van een mandarijntje. Een mandarijntje in de schoen, 's morgens, is ook lekker. En een heel lekker begin van de dag. Dus het hoeft niet altijd de chocolade te zijn, het hoeft niet altijd snoepgoed te zijn. Een mandarijntje in de schoen is gewoon lekker.